Hey, goedemorgen. Het is 2:30 en Stefan is eindelijk wakker. Ik was al eerder wakker. Ik was eventjes mijn video voor zaterdag aan het scripten. Voor het geval je het niet weet, ik script de meeste van mijn video's omdat ik vind dat het verhaal er gewoon beter van wordt. We zouden eigenlijk met mijn broertje en mijn ouders afspreken. Die zijn al bij elkaar koffie aan het drinken of zo. Wij moeten ons nog gaan aankleden en moeten even kijken waar we zin in hebben om te doen. Wij zaten te denken om misschien naar het strand te gaan. Even kijken of hun daar ook zin in hebben. Ik ga nu heel even ontbijten met havermout en banaan. Ik ga je heel even laten zien wat ik aan heb. Ik heb mijn ketting die ik net heb geshopt. En een streepjes top van de Zara. Daaronder heb ik een leren rokje van de Mango. Even kijken hoe je die beter best kan zien. Zo. Die heeft hier ook van die borduursels. Kijken, zo. Zie je het? Van die borduursels. Oh, ja. Zo. Daaronder heb ik mijn zilveren schoentjes. En de sportieve streepjes. Zo kan je het beter zien, denk ik. Jee. En wat ik ook heb. Kijk, ik heb gradient lips gemaakt met koraal aan de buitenkant en felroze aan de binnenkant. Echt waar, je moet een lippotlood hebben voor de buitenste rand. Want anders blendt het allemaal zo snel in elkaar. Dat is echt niet fijn. Maar ja, ik ben er wel heel erg tevreden mee. Dit is echt een top combo. Alleen ik moet dus echt een lip liner kopen voor de buitenste rand. En ik heb krullies gemaakt met de haarbandjes krulmethode. Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar ik ben er wel klaar voor. We zijn bij het Hello Kitty café, waar alles Hello Kitty is. En je hebt hier al een heel groot Hello Kitty beeldje. Heel veel taartjes. En Hello Kitty koffie. Hello Kitty probeerde de straat over te steken. Toen was het dit. Wacht, ik ga die van niche. Oh. Hello Kitty gaat de straat over steken. Hello Kitty gaat de straat over steken. Ik moet dit altijd doen, ik kan er niet tegen. Oh, wij gaan lekker dimsummen. Ik heb hier garnalendumplings. Daaronder groentedumplings. Pineapple buns met pineapple custard. Ananas broodjes met ananas custard. Dit is heel bekend in Hongkong. Dan hebben we hier groenten. Stefan heeft rijst met kip. Lumpiaatjes. Ik heb geen idee wat het is, maar het zal vast wel heel lekker zijn. Zoveel zin in. Ja. We hebben trouwens gegeten bij Dim Dim Sum. Die staat ook beschreven in mijn Hongkong tour van vorig jaar. Super lekkere dimsum. Ik moet even naar het toilet en ik wilde per se bij deze mall naar het toilet. Want het is een super futuristisch toilet. Check dit al. Vet cute. Maar dan kom je dus binnen. Kijk, die toiletbak ziet er al vet futuristisch uit. Maar wordt dus met lampjes aangegeven of een toilet wel of niet bezet is. Dus ze zijn nu allemaal bezet. En dan gaat er eentje open en dan wordt je blauw. Trouwens, je hebt toch de uitspraak op elk potje past een dekseltje? Ik heb een nieuwe uitspraak. Op elk meisje past een tasje. En dit tasje is echt voor mijn lichaam en alles, al mijn spullen perfect gemaakt. I love it, echt waar. Ik ben zo gek op deze tas. Nu al. Ware liefde. Wow, Times Square Mall. Woehoe. Nee, wij wilden even naar de bioscoop, maar ze hebben alleen maar actiefilms. Ik wil Cinderella zien. Blijkbaar heb ik echt onder een steen geleefd in China, want Cinderella draait al in heel veel bioscopen niet meer.
We hebben nu een briljant plan, iets heel leuks. We gaan naar Mongkok. Yes, mijn favoriete wijk. En 's avonds is daar zo leuk. Het is letterlijk echt elke dag Koninginnedag. Straten worden afgezet omdat het zo druk is. Maar voordat we gaan, gaan we even een andere missie vervullen. Tenminste, hopen dat het lukt, want het lukt meestal niet. Een zonnebril voor Stefan zoeken. Hij is super kieskeurig. Ik ben nog kieskeuriger voor hem, dus we gaan heel even rondkijken. En daarna naar Mongkok. Yes, we moeten met de coole lift. Kijken voor een zonnebril voor Stefan. Hij heeft 2 opties gezien. Dat is echt heel veel, want hij is echt al een jaar aan het kijken. En we liepen dus langs een camerawinkel. Toen hij zei, joh, je wilde toch een nieuwe vlogcamera? Laten we even kijken. Ze hebben dus een aanbieding van een camera die ik heel graag wil hebben. Met een memory card van 32 GB en een tripod. Maar ik heb 2 dagen terug net een nieuwe tripod gekocht. Dus die heb ik niet nodig. Toen zei Stefan dus, nou, waarom vraag je niet of ze die eraf halen? En dat je dan korting krijgt. Ik dacht, top. Maar dat wilden ze dus niet doen in de eerste winkel. Toen gingen we verder lopen. Zagen we nog een camerawinkel. En toen zei hij, joh, probeer het gewoon nog een keer. Kijken of ze het hier wel doen. En toen wilden ze het dus wel doen. Tripod eraf, 12 euro van de prijs eraf. Vet. We gaan nu verder kijken. Misschien in Mongkok krijgen we nog een betere prijs. Ik moet sowieso nog even op internet de reviews lezen over deze camera en wat die ook in Nederland kost en dat soort dingen. Maar echt super vet om te ervaren dat je eigenlijk gewoon 2 winkels verder loopt en gewoon door te vragen al meteen 12 euro ervan af kan krijgen. Whee! Mongkok! Het is nu bijna 10 uur, dus de ergste drukte is denk ik wel voorbij. Maar anders kun je soms straten niet doorkomen omdat het zo druk is. We zijn nu op de Ladies Market. Dat is een heel populair shoppinggedeelte in Mongkok. Ik kom er eigenlijk niet vaak, maar Stefan is hier nog nooit geweest. En dan is het eigenlijk wel heel grappig om te zien. Ze verkopen hier heel veel namaakspullen, maar ook andere gekke, grappige dingen. Je hoeft hier dus niet per se naartoe om te shoppen, maar ook gewoon rondkijken is al gezellig en leuk. Wauw, ik ben net terug in de hotelkamer en heb dus weer wifi. Ik zit al jullie reacties te lezen op mijn voorstel om misschien de GoPro te vervangen door een gewone vlogcamera. En ze zijn zo lief. Ik ben echt zo humbled. Het Engelse woord, ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is. Zo humbled, zo dankbaar, zo... Ik weet niet. Je bent zo lief. Echt. Ja, besteed je geld liever aan excursies en film dat dan. Dat vinden we veel leuker dan dat je nu geld gaat uitgeven aan een nieuwe vlogcamera. Het is echt unbelievable. Echt, ik neem alles weer terug van mijn angsten om te vloggen en dat soort dingen. Want er is gewoon geen reden. Elke keer als ik jullie reacties lees, zijn ze zo lief. En ik begin me steeds veiliger te voelen om meer van mezelf te laten zien door dit soort dingen. Dat ik echt denk, ik hoef me echt geen zorgen te maken, want je bent zo lief. En als jullie iets te zeggen hebben, dan zeg je dat altijd zo respectvol en zo vanuit goede bedoelingen. Ik dank je wel. Echt, thank you. Dit betekent echt heel veel voor me. Hey, het is 2 uur. Ik heb net echt 1,5 uur met Nadine zitten bellen en de kindjes weer gezien. Ik was altijd zo blij van. Ik miste ze vandaag ineens echt super erg, dus... Het is heel fijn dat ik ze weer even kon spreken. Wij gaan nu slapen. Maar mocht jij behoefte hebben aan meer vlogs, dan kan je hiernaast oudere afleveringen vinden. En als je nog niet geabonneerd bent, dat kan je hieronder doen. En dan krijg je de updates automatisch binnen.
Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Wat rusten.